Jezus, wat zie ik eruit zeg. Gasten, voordat jullie nou denken, waarom is hij aan het vloggen? Dit is toch helemaal niet leuk. Zoals sommigen van jullie misschien weten, maar misschien ook niet, heb ik de afgelopen 4 maanden hier in Zweden gestudeerd. En och mensen, waar is Zweden een ongelooflijk land. Maurice is onderweg hier naartoe. Ik ga nu de bus nemen, dan ga ik hem ophalen bij het vliegveld. En dan gaan we Zweden eens eventjes, weet ik niet. En terwijl ik naar de bus loop, heb ik geen idee wat er in Nederland allemaal gebeurt. Daar heeft Maurice namelijk een geheim plannetje opgezet, want hij komt blijkbaar niet alleen aankakken. We gaan naar Stockholm, jongen. De vlucht is een uur vertraagd. Maar even. Kijk even, jij mag de zweren. Het mag van mij wel 3 uur vertraagd. Gaat die al? Wij gaan vandaag naar Simon toe, want onze Simon heeft ons verlaten, die studeert nu in Zweden. Maar wat denk je dan? Ik denk alleen maar risico. Hij denkt dat ik er ook! Een soort All You Need Is Love vandaag. Ja, daar komt het inderdaad. Een speciale All You Need Is Love special voor Zweden. En daar proosten we op, jongen. Hey, lekker hoor. Terwijl de bus rijdt, stappen de mannen in het vliegtuig. Helaas lag het budget laag, dus Ryanair was de enige optie. En dat wekt enige irritatie op. Nu sta ik te wachten en de mannen zijn reeds geland. Het is tijd voor de grote reveal. Oh ja, dit is er een. Soms hè, Simon. Nou, dan krijg je soms 2 walkouts, weet je wel. Nee, hou je bek. Ja. Nee. Cadeautje. Dankjewel. Belgische hoed. Belgische hoed gepakt. Goh, maar wat gaan we nou eigenlijk doen? Ja, pils drinken. Ja, nou, klopt. Een paar halve liter zou ik kut, sorry. Hey, en hier is duur, hè? 8 euro voor een pilsje. Op de dag dat dit werd opgenomen moest Nederland tegen Argentinië spelen op het WK. Maar dat was onze grote vriend Maries helaas eventjes vergeten. Maries heeft ijshockeytickets gehaald voor vrijdagavond om 7 uur. Maar het feit wil dat Holland moet dan voetballen, hè? Ja, maar we gaan maar 10 minuten naar die ijshockeywedstrijd. Ja. En dan drinken we een paar pintjes en dan zijn we er, toch? We kunnen ook gewoon een uur van tevoren gaan, dan gewoon in een leeg stadion heerlijk sfeer proeven. Dat kan ook nog. Nieuws. Ik sta hier met een local. Ik ga hem een paar leuke vragen stellen om hem proberen uit de tent te horen. Wat vind jij van Matthijs van Nieuwkerk? Kijk, dat zijn Zweden, hè. Maar een beetje slap lullen, maar er komt niks fatsoenlijks uit. Ik zie jullie volgende week weer terug naar de studio. Mannen, laten we eens even zien wat er in die tas zit. Vodka raspberry. Wij gaan zo ontzettend naar de kloten vanavond. Dat wij dadelijk zoiets hebben van dat wel minder gekund. Taste test. Nee, ik lust dat niet, man. Jongens, ik heb net dit gekregen van mijn grote vrienden. Een One Love Roll. Deze is voor Qatar. Wij houden van jullie, Qatar. Of hij wil deze toch zeggen. Het is wel echt een boze drol, moet je maar eens kijken. Hij is boos op Qatar. Boze drol. Hij is teleurgesteld, maar hij zegt ook Qatar. Jullie kunnen beter en ik geloof in jullie. En dat vind ik dus ook. Met een ongezonde maaltijd op de maag konden we niet wachten tot het weekend kon beginnen. Maar heel slecht nieuws gooide al snel roet in het eten. Zo, zie je wel, ik heb echt zin in dit weekend. Ik ook, man, hè. Ik kan niet meer stuk. Jongens. Ja, de LNG uit elkaar. Hij weg. Gio en Jade uit elkaar, daar kun je aan lachen. God, ik heb er helemaal geen zin in. Kunnen jullie niet naar huis toe gaan? Jip, we zijn ondertussen zo'n half uur verder en Maurice heeft het nog steeds niet helemaal weg. Nou, een beetje clown. Je voelt je clown. Je voelt je een sipclowntje. Om Maurice op te vrolijken, besloten we de avond kroeg in te duiken. Met als doel om daarna spreekwoordelijk los te gaan in de discotheek. Ja. Kijk, je weet het nooit, hè. Aan het einde van de avond blikken we terug. Wat vond je van je avond? Ja, leuk. Ja, leuk. Echt kei leuk. God, ze allemaal wel leuk. Ook dat we nergens binnenkwamen, vond je dat ook leuk? Ja, vond ik minder. Mooi, jongens. Wat? Dit is gewoon koude witte kerstman. Kikken, jongens. Het is gewoon wit. Het is gewoon hartstikke wit. Kikken. Nou, en weet je wat wij gaan doen? We gaan die witte sneeuw eens heel snel geel maken. Als je snapt wat ik bedoel. Oh! Wild plassen. We doken opnieuw de kroeg in om naar Brazilië-Kroatië te kijken. Jip zette nog eventjes 225 euro in op Brazilië. En dat werd genadeloos afgestraft. Daarna was het tijd voor ijshockey. Maar 10 minuten helaas, want Nederland moest ook nog spelen. Country road, take me home to the... Ik vind het jammer dat Vols Ballenwip niet in de basis begint. Maar we gaan gewoon genieten, jongens. Er werd 2 keer geprikt in de eerste 10 minuten, dus we kregen echt waar voor ons geld. Toen was het tijd voor Holland. En wat een stunt was dat, hè.
Na de officiële speeltijd stond het ineens 2-2. En dit zijn de authentieke beelden. Simon, wat gaat er nu door je heen? Het is deze minutenlange kutwedstrijd. En we zitten er weer helemaal in het kandel. Het kan gewoon ongelooflijk. Goh, ja, daar zitten we dan. We zijn hier op de begrafenis van de wereldbeker. Maar ja, om de 5 minuten te roepen dat we naar de finale gaan. Dat... Ja, we gaan naar de finale! Ik denk dat het tijd voor één belangrijk karakter is die het hier kan oplossen. Als er helemaal doorheen zit, jongens. Ja. Maar er is altijd deze jongen er nog. Ja. Altijd. Zeker. Altijd is die er. Wanneer? We hebben een conflict. We hebben een conflict. Wat zeg je? Homo? Homosjaal. Je hebt een homosjaal. Nee. Nee. Het is geen homosjaal. Zullen we dit even uitpraten gewoon anders? Ja, we gaan het even zonder camera, want ik word helemaal schijnziek van mij de hele tijd. Gewoon op mijn dooie gemakje mijn broodje te eten, dus ik weet niet wat er nou precies los is dan, maar ja. Jip is echt woest. Ja, ik heb geen flauw idee. Gelukkig liep het argument met de sisser af en de mannen doken wederom de kroeg in. Jip heeft gisteren 350 euro verloren. En je weet wat ze zeggen, altijd proberen je verlies terug te winnen. Altijd proberen, want anders ja, dan heb je 350 euro verlies, dat schiet er niet op. Hier, 1000 euro gewonnen. Bingo. Dat is niet waar. Ja, dat is dikke onzin, hij is gewoon 40 cent kwijt. Maries, er is iets aan de hand. Er is heel weinig aan de hand. Ja, jongens, dankjewel. Simon, we staan aan het begin van een legendarische avond. Naast dat Jip in de vlog van Jesse Hoefnagel zit. Dat vind ik echt gaaf, want ik vind zijn filmpjes niet doen. Hartstikke leuk. Wat? Die man niet doen. Ik vind ze echt hartstikke leuk. Film eens even, het is zaterdagavond. Het bruist. Hier bruist het al, de beveiligers zijn net naar binnen gegaan, die bevonden het echt de kans. Het is Stockholm op zijn mes, jongens. Kijk, en daarom hou ik het, dit is mijn plaats, hè. Dit is mijn plekje. Simon heeft alleen nog maar geklaagd over Stockholm. Noem één positief iets aan Stockholm, gewoon. Mijn voeten zijn behoorlijk koud. Op zoek naar onderdak gingen we af op de ordinaire tent met te harde muziek. Hier binnen werd een beknopte danspauze gehouden, waarna de mannen de discotheek in wilden gaan. En dat lukte eindelijk. Maries maakte onnodige beelden van de DJ en slaakte klinkklare onzin uit. Maar hij mag er eigenlijk niet bij, man. Hij is niet rijk genoeg. Jip, ja, hoeveel zitten we? En dit was een beetje de crux van de avond. Jip ging achter de dames aan, Maries liep achter Jip aan en ik ergerde me aan Maries. Het was op een gegeven moment wel mooi geweest en dus besloten we na een succesvolle avond om naar huis te gaan. Jip, dat was klasse. Wat? Dat was klasse. Die chick. Ja. Na deze inspirerende woorden van Maries ging de man op de step naar huis. En omdat ik persoonlijk niet geassocieerd wilde worden met deze schreeuwende dorpsidioten. We zijn gewoon in Stockholm. En we zitten op een step. We zitten op een step. We zitten op een step. Yahoo! Gaf ik behoorlijk veel gas. Die kreeg ik uiteindelijk helaas zelf de rekening voor. Gekut. Hij is gevallen. We hebben een step. We hebben een step. We hebben een step. Good morning. En zo was er een eind gekomen aan het avontuur in Stockholm. De mannen moesten terug naar Nederland. Op het vliegveld sluiten ze de video op eigen ludieke wijze af. The day after, hoe voel je? Ik was steeds wel een beetje gaan. Gewoon een godverdomme geslaagd weekend. Maar het schijnt dat wij gewoon een step hebben gehad. We hebben een step! We hebben een step! Zweden, waar was je mooi? W Zweden. Come on W Zweden.